En nu begrijp ik de vraag. Ja. Yes! Wat zijn uw taken zoal? Stop. Ik denk de telefoon opnemen. 100% zeker weet. Yes! Nou, mijn naam is Herman van Wanrooy. Op dit moment ben ik wethouder voor onze partij Inbox. En de eerstkomende weken ben ik daar ook lijsttrekker van. Welkom bij het programma Kies. Met vandaag meneer Van Wanrooy. Welkom meneer Van Wanrooy. Heel fijn dat u hier bent. Ja, we beginnen met een persoonlijk blokje, want we vinden het belangrijk om een beetje een beeld te krijgen van de persoon achter de lijsttrekker. En we hebben u gevraagd of u daarvoor een persoonlijk filmpje voor wilt toesturen. En ik wil voorstellen om dat nu eventjes te gaan bekijken samen. Oké. Okay. Zo'n 10 jaar geleden stapte ik over van ABN AMRO naar ING. En 10 jaar geleden was voor mij één ding duidelijk. In juni 2018 word ik 65. En dan stop ik ermee. En dan ga ik met mijn vrouw dingen doen die we samen leuk vinden om te doen. Het zal vaak zijn dat we de wandelschoenen aantrekken, dat we de Campina misschien opgaan, de Dolomieten opgaan. We gaan het wel zien. Nou, dat was een leuk filmpje waarbij we een beetje een inkijkje hebben gekregen in uw interesses. Dolomieten en de Campina, u houdt van wandelen? Ja, en het liefst nog afstanden die er te doen. Ongeveer 20 kilometer op het vlakke terrein eigenlijk. En daar horen de lange afstandswandelingen eigenlijk in Nederland. Heeft natuurlijk een heel groot net ervan. Die passen daar prima in. Ja, in de Dolomieten is het, als je de bergen ingaat, dan heeft het ook wel te maken met de steilte van de helling. Dus dan willen de afstanden nog wel eens een keer, die willen wel eens afwijken. Ja, ja, de Campina kent u een beetje van buiten inmiddels? Of staat dat nog op de planning dat u er nog heel veel gaat wandelen en dat u hem straks bijna van buiten kent? Ik geloof niet dat er nog veel paden liggen die we niet zijn betreden. Ja. Een echte kenner. Maar buiten dat heb ik ook begrepen dat u heel erg lang heeft gehockeyd. Klopt dat? Nee, gehockeyd niet. Ik ben wel heel erg lang met hockey bezig geweest. Ja? Ik ben, denk een jaar of 30 ben ik trainer-coach geweest. Vroeger was het zo, je werd bondsoefenmeester en met een diploma kon je jezelf eigenlijk langzamerhand in de hockeywereld opwerken. Mm-hmm. En ik heb het geluk gehad, ik kwam bij MEP. In mijn perceptie nog altijd een prachtige vereniging. En dan ben ik van de B1, de A1 naar de seniorenteams, op een gegeven moment naar dames 1 door kunnen groeien. Ik heb ook veel buitenboksel nog training gegeven en gecoacht. En ik moet heel eerlijk zeggen, het coachen, dat mis ik niet zo, maar zo die trainingsavonden, ik mis wel een beetje. Misschien dat toch gaat gebeuren in de toekomst nog eens een keer dan. Als het... Nee, op een gegeven moment heb je afstand gelopen. Ik heb het nog 4 jaar ook niet meer gedaan. Dus ik geloof niet dat ik die wereld nog een keer op moet willen zoeken. U volgt het wellicht wel via de zijlijn nog een beetje, denk ik. U bent erbij betrokken nog. Nee. Oh, als het is, dan is het als toeschouwer. En, dat bedoel ik ook. En ik hoop als genieter. En dan hoort het op. Ja. Nou, dankjewel. Laten we eens een bruggetje slaan naar de politiek, want daar zijn we hier vandaag. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat bij u is gelopen. Wanneer dacht u, ik ga me eens inzetten voor de politiek? Oh, inzetten voor de politiek is misschien een niet de juiste omschrijving. Kijk, ik denk dat ik tot de grote groep van mensen ooit behoorde die allemaal beter wisten hoe het in Boksel moest. Mm-hmm. En dan zit je wel eens op een avond zit je wel eens met mensen. En er was onder andere bij een van de verjaardagen van een van mijn buren. En die zat toen nog, was lid van de Democratische Partij Boxerlinde, DPBL. Eigenlijk de voorganger van Inbox. En daar hadden we ook een discussie. En daar werd ik op een gegeven moment aangesproken. Van als je denkt dat je het echt goed weet. Of als je denkt dat je input kunt leveren. Dan moet je het gaan doen, zeker. Dan moet je het gaan doen. Ja. En toen heb ik gevraagd van ik wil dat wel doen, maar toch niet erin, maar meer dan vanaf de zijkant. Dus als je iets van een denktank hebt, dan wil als partij graag, dan wil ik graag meepraten. Ja. Ja, en die denktank zou er wel komen, maar voordat de denktank er was, viel er iemand weg uit de commissie bestuurlijke zaken. En de eerstvolgende die gevraagd is voor die commissie, dat was Van Wanrooy. Dus in plaats van in de denktank zat ik in één keer half tegen de gemeenteraad aan. Ja. Maar toen had eigenlijk DPBL hadden eigenlijk al zo'n beetje het vizier van, als dat goed gaat dadelijk, dan zou het misschien wel een serieuze wethouderskandidaat voor ons kunnen worden. Ja, ja. En dat is eigenlijk dan ook geworden. Zo is dat gelopen, ja. Hebt u trouwens een politiek voorbeeld? Iemand waarbij u zegt, in de Tweede Kamer, een bekende persoon waarvan u zegt, dat is wel een voorbeeld waar ik tegen... Mag ook iemand zijn vanuit het verleden?
Nou, het zal veel mensen verbazen, maar ik heb mezelf altijd verbaasd over iemand als Van Agt. Mm-hmm. Eigenlijk als minister-president door het leven kon. En ik heb, ja, maar mijn bewondering voor hem is meer, gaat meer richting de manier waarop hij zijn betogen hield. En gewoon zijn stijl van, ook van schrijven, betogen en alles, dan wat hij bestuurlijk heeft gedaan. Ja, dus ja, het zit eigenlijk zit een beetje aan de zachte kant eigenlijk. Ja, ja. Het menselijke aspect. Nou, met name gewoon wat ik zeg, van iemand die praat zoals hij en zijn zinnen gebruikt en de woorden ook gebruikt. Er is een debat waar hij toen voerde over de Drie van Breda. Als je dat letterlijk leest, wat hij toen letterlijk heeft gezegd, ja, dat is indrukwekkend. Hm. Kunt het er mee eens zijn, kunt het er niet mee eens zijn, maar indrukwekkend was het. Ja, en hij kan buitengewoon mooie woorden gebruiken. Ja. We hebben nog een vraag voor u. De naam Inbox. Ik hoor daar wel eens mensen over die zeggen, ik vind dat zo'n rare naam. Waar komt dat nou vandaan? Ik denk, nou ja, nou kan ik het u vragen. Ja. Waar komt die naam vandaan? Nou, die naam komt eigenlijk niet van ons. Het is natuurlijk, kijk, als je ook naar ons logo kijkt. Mm-hmm. Nou, dat is... We zaten met de samenvoeging van de Democratische Partij Boxerliefde en Boxerbelang. Zaten we eigenlijk in een discussie. Ja, hoe nu verder? Hoe gaan we heten? Hoe gaan we eruit zien? Wat wordt ons logo? En daar hebben we dus eigenlijk Sint-Lucas voor benaderd. Om in staat jonge mensen is met ons in gesprek te gaan. Van nou, wij willen een nieuwe partij oprichten. En ik weet nog heel goed, op de eerste avond, op de eerste presentatie kwam. En ook dus de naampresentatie, logopresentatie. Jonge mensen van 17, 18 jaar gaan aan mensen van tussen de 60 en de 70. Komen met een logo. Hypermodern, denk ik. Mm-hmm. Het ook met name wat ik er geweldig aan vind, bijvoorbeeld überhaupt, dat het dus begint met twee hoofdletters. En zodat je eigenlijk ook in de krant, het valt eigenlijk altijd meteen op. Ja. En ook de naam, ja, Samen in voor Bokstel. In voor Bokstel. Samen dat in is het, voor Bokstel. Waar het, dan is dat is dat raadsel ook opgelost voor een aantal mensen dan tenminste. Hè? Ja. De slogan is gewoon doen wat werkt. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, als ik daar zo naar luister, ik heb er al heel vaak over nagedacht, ik begrijp hem niet zo heel erg goed. Als ik dan denk van ja, zegt u dan eigenlijk dat andere partijen doen wat niet werkt? Nee, verre van dat. Ik denk dat wij heel veel partijen hebben in Boksel die zich optimaal inzetten voor onze burgers. En zo moet het ook zijn. We hebben eigenlijk ook gekeken naar iets wat je niet per se meteen moet kunnen pakken, wat duidelijk is. Maar dat het ook een slogan mag zijn waar je eigenlijk over na moet denken. Wat je zelf eigenlijk al zegt, nou, ik heb er toch eens over na moeten denken. Ik moet er af en toe ook nog wel over nadenken. Samen doen wat werkt, maar het impliceert wel dat een van onze speerpunten is eigenlijk dat wij die burger eigenlijk in stelling willen brengen om zelf de dingen op te pakken. Om zelf de dingen te realiseren die hij eigenlijk graag wil. Dus niet meer die afhankelijkheid hebben van de gemeente, niet meer die afhankelijkheid hebben van de gemeenteraad, maar zelf met een goed idee naar binnen komen, het op durven pakken en de gemeente faciliteert. En als het moet, zet de gemeente de financiën eronder. Ja, Kom met goede ideeën en dan vind ik dat een partij als Inbox, die zal daar nooit nee tegen gaan zeggen. Als het binnen de kaders past die door de raad zijn uitgerold, moet het mogelijk zijn. Een vraag die ik heb, een van de allereerste vragen die ik zo'n beetje had toen ik hoorde dat wij samen een interview zouden doen. U bent het bekende gezicht van Inbox en daarmee trekt u ook mogelijk veel kiezers aan. Ik hoop het, ja. En alleen als deze mensen op Inbox stemmen en ja, helaas blijkt zo te zijn dat jullie niet voldoende stemmen halen, dan heeft u aangegeven van dan ga ik toch niet, dan bent u niet beschikbaar, want u gaat niet in de raad. Ja. Vindt u dat niet wat oneerlijk naar de kiezers toe? Nee, het is ook mooi dat ik hier sta en dat ik ook uit kan leggen waarom we het zo hebben gedaan eigenlijk. Het is zo, ik heb altijd gezegd, in juni word ik 65. Mm-hmm. En ik ben er in het verleden altijd vanuit gegaan, in juni 2018, dan zit het erop. Dan kan ik stoppen. Nu is het zo, ik heb nog een paar dossiers liggen. Het PAS-dossier bij wijze van spreken. Het MOVE 31, het nieuwe verkeers- en vervoersplan. Daar liggen nog een paar zware issues. Daar ben ik politiek verantwoordelijk voor geweest de afgelopen 4 jaar. Die zijn nog niet afgerond. En in die zin wil ik die dossiers graag afmaken. Mm-hmm. Dat kan vanuit een oppositionele rol, wordt dat gewoon heel erg moeilijk. Want als ik in de oppositie kom, zou eigenlijk inhouden dat dus de Bokselaar overal zegt van Van Rooij, laat maar zitten.
Je hoeft het wat ons niet af te maken. Mm-hmm. Nou, dan heeft het voor mij geen enkele zin om nog gefrustreerd of het vol van kunis in de gemeenteraad te gaan zitten. Daarom heb ik ook gezegd, ook binnen mijn partij, ik ben beschikbaar. Alleen als wethouder, dat heeft een discussie opgeleverd, ook bij ons. Mm-hmm. Het levert ook bij andere partijen een discussie op. Want mensen zeggen, het zijn de gemeenteraadsverkiezingen en we gaan geen gemeentebestuur kiezen. Maar vanuit die gemeenteraad wordt ook het gemeentebestuur gekozen. En als je daar van tevoren klip en klaar en helder in bent, en dat zijn wij geweest, denk ik niet dat je op één manier kunt spreken van, je probeert de kiezer te bedonderen. We hebben duidelijk gemaakt, dit zijn mijn ambities. Dit wil ik gaan doen en het wordt niet meer en het wordt niet minder. Ik snap wat u bedoelt hoor. U hebt dit aangegeven inderdaad, maar er zijn natuurlijk ook gewoon kiezers die dat niet allemaal volgen. En die gaan op het allerlaatste moment gaan ze kijken en denken, oh ja, dat is een bekend gezicht, daar ga ik op stemmen. Waarom heeft u er dan niet voor gekozen om te zeggen, nou weet u wat, ik ga gewoon op een niet verkiesbare plaats staan onderaan. Ik zie dat ook bij andere partijen, want bij D66 zie ik Maruska Lestrade, die zie ik onderaan, die is nu wethouder, dus wellicht zal dat ongeveer hetzelfde zijn. Waarom heeft u daar niet voor gekozen? Omdat ik ga ervan uit dat we niet op een bekend gezicht stemmen, maar dat we op de persoon en op het programma achter het gezicht stemmen. Daar zijn we van uitgegaan. En ik val een herhaling dan eigenlijk. We communiceren het duidelijk, we brengen het duidelijk naar buiten toe. En ik hoop dat de boodschap gewoon in overal, dat die toch bij de meeste boxelaren in die duidelijkheid zal landen. Ja, als u zegt, we stemmen niet op het gezicht, dan begrijp ik juist niet dat u juist nummer 1 bent. Want ik denk juist dat u er staat dat u heel veel kiezers gaat trekken, omdat u een bekend gezicht heeft. Ja, het is, ik sta er niet alleen voor. Het is natuurlijk ook onze partij zelf. Ik heb zelf, in het begin heb ik ook gezegd, voor de duidelijkheid is het misschien beter dat ik ergens op een plek ga staan, onverkiesbaar op 7 of 8. En wij hebben in het laatste partijberaad, is het toch bij mij op aangedrongen, als we helderheid aan de kiezers schenken van, in de zin van, hij doet het als wethouderskandidaat en niet als raadslid om vervolgens in een oppositionele rol te zitten. Hebben wij daar vrede mee en dan gaat Van Wanrooij op 1. Nou, goed, duidelijk. De mensen die het nou hebben gehoord, die weten in ieder geval hoe het in elkaar zit. Ik hoop het, We hebben ook een vraag voor u van een collega lijsttrekker. En in dit geval is dat de VVD die u een vraag heeft gesteld. En die vraag die luidt, in uw verkeersplan krijgen fietsers nadrukkelijk de voorkeur. Hoe wilt u dan de efficiënte doorstroming van bijvoorbeeld vrachtauto's waarborgen? Onze nieuwe hoofdwegenstructuur die wordt natuurlijk nog meer zichtbaar in straks het nieuwe gemeentelijke verkeers- en vervoersplan MOVE 31. Vrachtwagenverkeer, dat wordt onder andere, dat de bedoeling is dat het vrachtwagens dat die gebruik gaan maken van de Keulse baan, die wordt opgewaardeerd binnen dus het totaal van PAS. De nieuwe verbindingsweg Laden-Kapelweg, die kan eigenlijk de stroom vanuit het westen, vanuit Haren en Oostweg dadelijk prima verwerken. En wat er dan aan de talk, dat is het tracé A2 Laden-Kapelweg, het stuk industrieweg wat daar nog tussen ligt, dat moet nog opgewaardeerd worden. En daarmee moeten we nog aan de slag. Maar dan hebben we eigenlijk voor de vrachtwagens, hebben we denk ik een meer dan prima route liggen vanuit alle richtingen. Wij kunnen dadelijk onze vrachtwagens allemaal goed kwijt. Nou, dat is dan het antwoord aan de VVD. Ja. Dank u wel. Dan hebben we nu een blokje en dat noemen wij het kiesmoment. Ah. En wat houdt dat in? Wij hebben een aantal stellingen. En op die stellingen, daar mag u alleen met ja of nee. Daar mag u alleen ja of nee op antwoorden. En op één van die stellingen, daar mag u nog eventjes op terugkomen. En ik mag een paar seconden nadenken. U mag nadenken, okay. Maar het antwoord mag alleen maar ja of nee zijn. Helder. Ja. Yes? Goed. De eerste stelling. Weet u voor 100% zeker dat er bij Vion varkensslachterij geen sprake is van misstanden? Nee. Moet de gemeente Kasteel Stapelen en het wandelgebied eromheen zelf kopen? Nee. Ik ga het over 4 jaar beter doen? Nee. Heeft heel de gemeente over 4 jaar een aansluiting op het glasvezelnet? Nee. Moet Boxtel een herdenkingsmonument voor gesloten drugsbanden oprichten? Nee. Nou, dan mag u nog één stelling eruit nemen waar u graag iets over wilt zeggen. Ja, ik zit even te denken, klinkt misschien wat contrair. Ik twijfel tussen Vion en tussen glasvezel. Ik weet van glasvezel weet ik iets meer dan van Vion. Want van Vion kan ik wel zeggen ja. En als vervolgens de vraag krijgt van hoe weet je dat, dan moet ik zeggen van nou... Ik neem er een gok op. Glasvezel weet ik iets meer van. Omdat ik met glasvezel ben ik ook nadrukkelijk bezig geweest de afgelopen 4 jaar. En glasvezel hebben we in ieder geval conform de opdracht van de gemeenteraad voor het buitengebied
hebben we gerealiseerd. Eigenlijk sneller, want destijds stonden we, bij Glasveer stonden we eigenlijk onderaan de lijst om geholpen te worden. En door goed uit te onderhandelen zijn we van plek laatst naar plek ingegaan. Dus dat hebben we eigenlijk al af kunnen ronden. En ik weet dat je eigenlijk dat je voor glasvezel binnen de gemeentes heb je die grote partijen heb je nodig, onder andere KPN. En die hebben daar geen enkel, op dit moment hebben die geen enkele drijf om daar dingen te gaan investeren. Ja. Ik geloof niet dat het de komende 4 jaar ook zal gebeuren. Nee. Nou, dank u wel voor deze toelichting. Nou, ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek. Het was fijn om u hier vandaag bij ons te hebben. En ja, ik wil u nog één keer de gelegenheid geven dat u mag zeggen wat u wilt. U krijgt zo meteen 30 seconden de tijd. En u mag zeggen wat u wilt. U mag iets over verkiezingsprogramma zeggen. Maar als u iets anders wil zeggen, dat is ook prima. Ik ga vast afscheid nemen en ook de kijkers bedanken voor het kijken naar deze uitzending. En ga vooral ook stemmen. En dan is dat nu. De camera is voor u. Toen Jan de Koning en ik 4 jaar geleden de coalitieonderhandelingen met combinatie 95 en onder andere de SP zijn gestart, was ons eerste item: we gaan uitvoeren die zaken die de afgelopen periode door de gemeenteraad zijn besloten. En wat ik zojuist zei in het filmpje, we hebben op de een of andere manier hebben we toch een complexe gemeente. Heeft er onder andere mee te maken dat wij op het moment dat die gemeenteraad het besluit heeft genomen, met z'n allen de schouders eronder moeten zetten om er iets van te maken.